Maandag was in het nieuws dat 1 op de 5 Nederlanders aangaf last te hebben van een allergie. En ik ben één van die vijf. Ik ben allergisch. En niet voor gluten of lactose. Ik eet ook pinda's zonder op te zwellen tot een teletubby. Nee, ik ben allergisch voor het woord aangeven, terwijl je zeggen of vertellen bedoelt, echt aangeven. Je hoort het overal en het zegt helemaal niks. Het is de Sky Radio onder de werkwoorden. Kan je aangeven of je kan werken dit weekend? Kunt u aangeven waarom u met 87 door een woonwijk reed? Kunt u aangeven waarom er een rollator op uw motorkap ligt? Kunt u aangeven of u die speciaal met curry of met ketchup wil? Echt, hou op met altijd en overal aangeven te zeggen. En het antwoord is trouwens curry. Speciaal is met curry. He, friet of patat, dat maakt me geen zak uit. Speciaal is met curry. Als je ketchup wil, dan luister je maar naar die verschrikkelijke oorworm uit 2002. En ze day: Biep. Oh echt degene die de ketchup song geschreven heeft, die moeten ze toch ook wegens misdaden tegen de menselijkheid aangeven bij het Europees Strafhof. Kijk, dat is hoe je aangeven wel goed gebruikt. <laughs> en er zijn meer manieren, hè. Je kan zeggen. Hey, kan je mij even het zout aangeven. Of bij het gemeentehuis, dat je zegt... ik ben net vader, ik kom mijn kind aangeven. Of in de Tweede Wereldoorlog... Hè, toen gewone hardwerkende Nederlanders nog dingen zeiden als... ik wil graag de buren aangeven, ze zitten daar, achter de boekenkast. Allemaal vormen van aangeven waar, in ieder geval taalkundig... niks mis mee is. En ik hoor je denken, maar Wouter, wat is nou je probleem? He, kun je dat misschien uh, aangeven? Nou, ten eerste, kap daarmee... En ten tweede, er zijn zoveel alternatieven voor aangeven die beter en duidelijker zijn dan dat zachte, zalvende, weeëige, wierokerige aangeven. En we zijn zo bang om duidelijk te zijn dat we niet eens meer. Aanmelden, annonceren, berichten, delen, duidelijk maken, exposeren, inlichten, kennis geven, meedelen, noemen, notificeren, omschrijven, optekenen, overbrengen, overleveren, presenteren, programmeren, publiceren, relateren, rappen, reveleren, zijn, spreken, toevertrouwen, uiten, uit de doeken doen, uiteenzetten, uitleggen, uitslaan, uitspreken, ventileren, verkondigen, vernoemen, verslag uitbrengen, vertellen, verwoorden, voorstellen, waarschuwen, of zeggen, zeggen. We denken dat de boodschap zachter wordt door aangeven te gebruiken, maar zo werkt het niet, hè? Hey, we, we, kijk, we, we zeggen niet. Hé, hey Dennis, al je collega's zeggen dat je uit je bek stinkt. En we willen dat je kapt met je rauwe uien dieet. Nee, in plaats daarvan zeggen we. Dennis, het team heeft aangegeven dat ze het heel knap vinden dat je al drie weken leeft op rauwe uien. He, en ze vragen zich af of je aan kan geven wanneer je ermee stopt. Want het wordt best fris op de afdeling, hè? Zo met alle ramen open. En Dennis is ook niet gek, die hoort echt wel wat er gezegd wordt. Dus Dennis wordt boos. En weet je wat Dennis dan zegt? Die zegt dan Oh ja, vinden ze dat ik uit mijn backstick? Dan moeten ze hier komen en dan recht in mijn gezicht aangeven. Maar dat gaat dus niet, Dennis, vanwege die uien. Dus ik wil een boete op het onnodig gebruik voor het woord aangeven. Elke keer dat je het iemand hoort doen, mag je diegene net als vroeger aangeven.